Goedemorgen. Het is 10:50. Over een dikke half uurtje komen de eerste gasten. Bij vaart en in ons atelier aan het sneeuwklokje. En als je binnenkomt, dan zie je meteen het mooie werk wat Elisabeth en ik in de coronatijd hebben gemaakt. Van bouwplastic en een oude lampenkap uit de container. En wieldoppen waar we de ringen uitgesloopt hebben. En daarmee is de ingang van het atelier en het blemhuisje al meteen een beetje een blikvanger. De stoeltjes staan klaar. Koekjes staan klaar. De gel, coronatijd, de gel staat klaar. En hier is het eerste werk. De twee mensfiguren. Die je welkom heten in ons atelier. Dit is eigenlijk geen echt kunstwerk, maar dat is ook wat. Dit is onkruid, 1000 knoop uit de tuin, onuitroeibaar. Dat heeft jaren bij ons in de garage gehangen. Dat erop vroeg: mag het nog niet weg? Mag het nog niet weg? Nee, het mocht nooit weg. En nu is het eindelijk iets geworden. En nu is het een mooie ingang. Nou, hier is de pijl. Volg de route, zou ik zeggen. Dan kom je hier bij een werkje. Twee torsjes van Merkel. En daarachter een werk ook van wat hardere zandsteen. Gebaseerd op de hersenen, waar ik toch alsmaar mee bezig blijf. Wat schilderwerk. Ja. Daar had ik nu de kans voor om dat ook eens een keer op te hangen. En wat ook natuurlijk weer uit de kast is gekomen, is het werk met het oude hout van de archeologische opgravingen in Veldhoven. Hebben we dus met oud hout mogen werken van 700 voor Christus. En daar heb ik dit werk van gemaakt. En toen het tentoongesteld was in het museum, mocht het mee naar huis nemen. En nu staat het hier nog een keertje met het boek erbij, waar alle verhalen in staan. Dan ga je verder naar de bootvluchtelingen. Ja, het is toch een terugkerend item in ons leven, dat het iedere keer op keer bij het nieuws komt. En op een gegeven moment dan komt dat toch vanzelf uit je handen. Dus dit is mijn versie van de al zo vaak gemaakte bootvluchtelingen. Nou, dan zie je een werkje van keramiek met ijzer. Dat is de nieuwste tak aan de creatieve lood. De keramiek, wat ook onvermijdelijk is als je op de kunstacademie hebt leren werken met klei. Nog wat schilderwerk. Ja, daar komt ook het textiel weer tevoorschijn. Net zoals op die andere doeken van de dames die je net zag. Op iedere dame zit ook een stuk textiel. Dat is ook onvermijdelijk. Is toch een deel van mijn erfenis. En dat er ook links en rechts textiel bij komt kijken. Dit is een erfenis van het werken met mijn cliënten. Soms moet dat dan, als je wat langer gewerkt hebt met iemand, gaat die iemand ook een beetje onder je vel zitten. En moet je soms daar ook wat van kwijt. Nou, dit zijn wat mensen, staat voor de mensen met een depressieve periode. Dit is iemand die wil zich eigenlijk afzijdig houden van alles, van de hele maatschappij. Je hebt ook mensen, dat is deze, die lachen alles weg. Die, niks aan de hand, maar ondertussen. En deze dame, die treurt om haar dode kinderen. Niet zo vrolijk, maar gisteren, toen het eerste dag was van de atelierroute, merkte ik toch dat heel veel mensen dat toch zo van, wat is dit, wat is dit? Ze vinden het toch intrigerend. Nou, dan komt er nog een oud werk. Maar toch vond ik het leuk om dat nu, het is voor mij ook een soort review. Ik heb alles zo'n beetje van iedere periode wel wat tentoongesteld. Dit was uit de allereerste beeldhouwperiode. Deze kun je aan de andere kant beter zien. Dat is de wachter van Springstone. En deze dame is van opaal.
Die staan hier mooi, mooi te kijken. Ja, ook afval. Afval blijft een intrigerend materiaal. Dit vind ik zelf fantastisch materiaal. Ik wou dat ik er nog een vrachtwagentje van op de kop kon tikken. Ook weer een soort vluchteling of mensen die op de loop zijn voor iets of nieuwsgierig gaan kijken naar iets. Enfin, dat mag je helemaal zelf invullen. Daarboven de schilderijen, klaprozen, maar dan op mijn manier. En rechts een compilatie van, voor mij zijn het landschappen, vergezichten, vaarten waar de zon op blikkert. En linksonder een grote stad met over het water zie je daar de flatgebouwen staan. En dan, dit zijn voor mij muurhangers. Op een donkere muur komt het goed tot zijn recht. Kun je gewoon ergens op een leuk plekje kun je nog wat ophangen. Dit is een beetje een teaser voor de mensen. Van, kijk, dat kun je ook doen met steen. Hè? Je hoeft niet altijd een zwaar onderwerp. Je kunt ook gewoon wat mooie dingetjes maken. De schilderijen daarboven is weer uit een andere schilderperiode. Het zijn eigenlijk vage gestalten. Maar je fantasie mag daar ook zijn gang gaan. Nu kom je weer bij twee beelden. Eén is gebaseerd op een patiënt van mij die in een jappenkamp heeft gezeten en daar ter wereld is gekomen en wat dat verder met haar gedaan heeft. En die andere is een vrije vorm, schelpachtig, heb ik geëxperimenteerd met rubber en een deel van het beeld zeg maar polijsten en een deel niet. Geeft een leuk effect. Dan kom je bij mijn levensbomen. Voor mij staat dat het stramien waarin je bent opgegroeid als meisje met zusjes en een handwerkende moeder en een oma die altijd op de bank zat met een puzzelboekje en een breiwerk en zich dan nog overal mee bemoeide. Een tante die coupeuse was, dus daar ben ik in opgegroeid en dat stramien. Die levensboom is ook voor mij een soort stramien waarin je opgroeit. Dat zijn ook die foetusachtige vormen. En daaronder liggen een aantal vormen van een ander materiaal. En dat zijn eigenlijk de mensen en voor mij ook de kunstenaars of de mensen die zich met de kunsten bezighouden, die zich uit het stramien onttrokken hebben eigenlijk. Dan gaan we nog door naar het atelier. Dit is het atelier zoals de mensen dat nu ook hebben mogen zien. Met een voorbeeld van een beeldje en een malletje erbij. Zodat heel veel mensen ook eens kunnen zien hoe dat nou gaat. Daar heb ik ook veel vragen over gehad gisteren. Hoe is dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe werkt dat nou? Waarom zo'n zacht spul en dan zo'n hart eromheen? En nou ja, dan kun je alle mensen vertellen hoe dat gaat. En dan krijgen ze ook wat meer idee van het ambachtelijke van het vak. Nou, daarnaast liggen wat stenen in de wording met het materiaal wat je dan zo'n beetje standaard gebruikt bij iedere beeldhouwcyclus. En Rob heeft twee mooie plakaten gemaakt op het kastje waarin iedereen even kan lezen. Hebben mensen ook extra lezen gisteren wat voor soorten, hè? Hoe dat zit met de soorten stenen en de hardheden en het beeldhouwproces op zich. Dus dat is een fijne aanvulling die Rob heeft gemaakt. Nou, dan kom je bij de keramiektafel. Daar sta ik helemaal in het begin van het keramisch stadium, ben ik veel nog aan het experimenteren. Links zie je een voorbeelden van raku gestookt keramiek toen wij naar Marokko geweest zijn. Dan komen natuurlijk gelijk die Marokkaanse dingen weer naar voren. Ook de hersenen blijven natuurlijk altijd weer een rol spelen. Hoe kan ik dat uitdrukken? Torsjes, voor je figuratief blijf je ook bezig. Een vrije vorm. Was een opdracht op de keramiekles om een lijn te zetten op een stuk krant. En dan moet je daar ineens iets van maken. Erg leuke opdracht. Ik heb ook een dag gewerkt met Petra Wolf, een Duitse kunstenares. Die mij de techniek heeft geleerd hoe ik die schalen op deze manier moet maken. En nu heb ik dat wel een beetje onder de knie. Moet ik nog gaan zien waar ik het zelf voor kan
ga ik gebruiken op een andere manier. Nou, hier nog een tafel met wat kleinwerk. Die vazen op de tafel zijn eigenlijk ontstaan in de keramiektijd. Of in de coronatijd. En daar heb ik een beetje alles ingestopt. Wat ik in de keramiek of in de coronatijd heb beleefd. Bijvoorbeeld in deze vaas. Daar zit het feit dat ik weer begonnen ben met borduren. Omdat de verbouwing voorbij was. En ik was met pensioen en corona begon. En ineens was mijn agenda leeg. En kon ik dat soort dingen weer oppakken. Maar ook de verliezen die je hebt geleden. Ja, wat kleiner werk. Ik ben ook een tijdje bezig geweest met de vorm van de olowieten. Dat fascineerde me wel, vond ik een hele bijzondere, aparte vorm. Wat klein werk. Dit vind ik zelf een leuk experiment. Hoe kan je van een plat stuk steen dan toch iets dynamisch maken? Hier nog een werk. Hoe maak ik een strikje van steen? Veel mensen vonden het leuk werk. Vroeger wat er in het houten pakketje zat. Dit is een tafeltje. Ik heb heel veel kleine stukjes steen beworreld. Met deze is het begonnen. Ik vond dat de vorm natuurlijk weer een beetje op een brein leek. En ik denk ik ga één kant van het brein laten zoals het is. En het andere stuk echt een breintje van maken. Ja, van het een kwam het ander. En toen had ik zoveel stukjes steen. Ik denk ja, hoe moet ik het presenteren? Dus nu staat het hier zo. Schatkistjes. Dit werk is ook gebaseerd op het brein. Voor mij zijn het hersenen. Maar er zijn mensen die zien er ook een vrouwenlichaam in met een heup en een bil. En dat mag. Het mag. Maar voor mij is het dus gebaseerd ook weer op het brein. En wat voor vormen dat brein, de plasticiteit van dat brein. Dan draaien we om. Hier staan ook nog weer een paar breinen in een andere vorm. Die rechtse is een steen. Die heb ik zo gebeeldhouwd. En die linkse is een afgietsel uit een mal op die rechtse. En links is van Franse kalk. Een soort wachterachtige vorm lijkt het nu. Maar voor mij ook weer gebaseerd op het brein. Dit is al een wat ouder beeld. En ook weer een mens, voor mij op een mensachtige vorm. Hoe een niet complete of een beetje verwrongen lichaam toch mooi kan zijn. En hier staat een. Dit zijn de werken van Sanjoy. Wat printjes daarvan. Dit is een groepje in een hele mooie Franse kalk met schelpen. Een groepje mensen die zo met de armen om elkaar heen staan. Dit is een golf van Indiaanse serpentijn. Er hangen zomaar wat dames aan de stenen. Hier staat ook allerlei werk van een soort marmer en Franse kalk. Opaal, mergel, opaal, Indiaanse serpentijn, maar die zwarte kun je alleen aan de andere kant zien. Hier staat nog een mooie dame, ook van opaal. Dat is een combinatie van kunststof en twee soorten steen. En dit is een vrij groot opaal. Dat is een middelharde serpentijn. En via deze engel kom je op het breinplein. Hier heb ik nog een heleboel breinen uitgestald. De twee linkse zijn keramiek. Je komt toch op het Alzheimer, Parkinson. Wat gebeurt er met die breinen? Daarachter ligt een beeld. Dat is gebaseerd op Frida Kahlo. Als je goed kijkt zie je dat het een vrouw is. Die in een soort harnas ligt, in een schelp. En zo is Frida Kahlo begonnen met schilderen.
En ik heb natuurlijk van de schelp weer een brein gemaakt. Hier liggen ook allerlei soorten breinen. Deze is wel grappig, een beetje kubistisch. En dat is een soesjestoren. En als je goed kijkt, dan zie je dat hij ook helemaal uit breinen bestaat. Het zijn allemaal kleine breintjes en samen vormen ze een croquembouche. Dat is een beetje een grapje natuurlijk. Achter staat nog een werk gebaseerd op het brein van rode Indiaanse serpentijn. En hieronder staan nog een paar Mauritius, mooi te wezen in het zand. Nou, dit was de rondgang door het paradijsje aan het sneeuwklokje.